Dat ze getuigen die van belang zijn in zaak zeg maar het broekje en in zaak de telefoon, die zijn niet gehoord door Rijksrecherche. En uit deze BIS-rapportage blijkt dat het hartstikke belangrijk was. En dat geeft Jan de Bruin ook aan, de onderzoeksleider van interne zaken, dat hij niet kan begrijpen dat Rijksrecherche niet tot de conclusie komt dat de rechterlijke macht opzettelijk is misleid en strafbare feiten zijn gepleegd.